Margaret van Rooyen. Ik ben dramadocenten. En wij hebben ook Positivo's Entertainment met... Met Monique Keukens, dat ben ik. Ja, en wij doen samen Positivo's Entertainment. En dat is ook een hele belangrijke meneer. Oh ja? Ja. Ja, daar ga jij erbij zitten zeker niet. Ik kan wel. Ja. Ik ben Tom Pollemans. En welkom op het lichtschip. Jullie weten wat een lichtschip is? Ja. Ja? Zeg het eens. Nou, een schip wat licht geeft, hè? Ja. En nou gaan we vanmiddag gaan we iets leuks doen. Het is eigenlijk een beetje geheim van het lichtschip. Dus wat het is, weet ik eigenlijk niet. Ik ben ontzettend benieuwd. Maar ik weet wel dat we na afloop van het geheim dat we pannenkoeken gaan eten. Lijkt je dat wat? Ja. Ja? En pannenkoeken met spek hebben we. En met stroop. En met suiker. Maar ja, zover is het nog niet, want je moet eerst nog wat een en ander doen. He? Dus ik denk dat deze mevrouw geheimzinnig gaat doen. Nou, kom maar op, hè, Mark. Ja, en ik wil eventjes een applaus, want dit is Hans Leupen en dat is Citra. En dat zijn de twee filmers. En waarom gaan zij filmen? Geef ze eerst eens een applaus. Hoi! Want wij gaan vandaag een vlog maken. Weet jullie wat dat is, een vlog? Ja, inderdaad. Wat is dat? Een filmpje maken en dat komt op YouTube. Ja, dus jullie worden vandaag Nederlands beroemd. Ja? Nou, en ik ga als volgt. Ik ga jullie even een globaal vertellen waar de vlog over gaat. Daarna gaan wij per onderdeel uitleggen wat de bedoeling is. Want er zijn verschillende locaties op het schip waar we spelen en waar er ook gefilmd wordt. Ja? Is dat duidelijk? Ja. Oké. Nou, als eerste ga ik even nogmaals het geheim van het lichtschip. Jullie vertel wat mijn opa heeft verteld, worden jullie niet meer boos. Mijn opa is notaris en hij is heel erg ziek. Mijn opa heeft mij een heel groot geheim verteld. Welk geheim? Op dit schip ligt een envelop verstopt en ik moet naar de kok vragen. Wel is de kok? Wie is de kok? Komen jullie maar mee naar het kombuis, want daar ligt een envelop. En dan mogen jullie zelf kijken waar dat hier is. Dus kom maar met mij mee. Zou die misschien daarin zitten? Misschien. Nee,
geef die envelop eens aan mij. Doe voorzichtig met die envelop. Er staat belangrijke informatie in. Hallo, ik ben de kok van Noordhinder 11 en heb een merkwaardig verhaal. Toen ik aan het vissen was bij de zandbak Noordhinder, voor mijn maaltijd van vanavond spoelde er onverwacht met een grote golf een fles aan. Ik opende de fles en tot mijn schrik zag er een prachtige glinsterende diamant in zitten. Met een klein briefje waarop geschreven stond in een slecht handschrift: deze zeldzame diamant is voor de eerlijke vinder en geef de waarde van deze diamant aan iemand die het geld goed kan gebruiken. Dan zal de vinder ontdekken wat goed doet, goed ontmoet. Omdat ik zo bang was dat iemand van de bemanningsleden de fles met de diamant zou vinden, kwam ik op een super idee. En heb ik de fles met de diamant en de brief verstopt in de lichttoren van lichtschip 12 in Hellevoetsluis. In de gouden koker heb ik een plattegrond en een sleutel gestopt. Ga naar de instrumentkamer en zoek daar naar de koker. Op de plattegrond heb ik met een kruisje aangegeven waar de fles ligt in de lichttoren op de Noordhinder 12. Mocht ik niet meer in de gelegenheid zijn zelf de diamant te verkopen en het geld te geven aan een goed doel, hoop ik dat notaris de kok dit voor mij doet. Komen jullie maar weer met mij mee? Hier heb je de plattegrond, misschien heb je daar wat aan. Thank you.
maar open. Ja? En wat zie je daar? Ja, pak hem maar, de fles. Ja? Hey. Je hebt gevonden! Is dit trouwens een echte diamant? Ja. Ik ben wel. Mooi, ja. Deze zeldzame diamant is voor de eerlijke vinder en geef de waarde van deze diamant aan iemand die het geld goed kan gebruiken. Dan zal de vinder ontdekken wie goed doet, goed ontmoet.